Welkom terug, dames en heren, op de 40ste editie van Foto 31. Ja, dat is heel bijzonder, want we hebben al in 4 jaar tijd al 40 keer zo'n editie gedaan. Dus dat was maar liefst 10 keer per jaar. In mei 2018 was onze eerste editie, toenmalig in het Theater Vrijburg in Amsterdam, met de beroemde fotograaf Govert de Roos. En vanavond houden wij het interview vanuit het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam met de fotograaf des vaderlands Jan Dirk van der Burg. En wisten jullie dat Jan Dirk al 4 jaar lang de ambassadeur van de Nederlandse fotografie is? Maar dit jaar draagt hij dan toch eindelijk het stokje over aan een nieuwe collega, al weten wij nog steeds niet wie. Jan Dirk, jij misschien wel? Nou, Jan Dirk die heeft een erg leuke stijl van fotograferen en hij is vooral bekend vanwege zijn ironische benaderingen tot de beeldcultuur en zijn droge documentaire stijl. Zelf beschrijft hij zijn werk wel eens als droog kloterige flitsfotografie. Nou, te midden van zijn overzicht tentoonstelling Typisch Nederland in het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam praat Jan Dirk van den Burg een uur lang met Diana Bokje over fotografie, de karakteristiek van onze cultuur, het belang van humor en de betekenis van het schijnbaar alledaagse. Mensen, geniet ervan en ik zie jullie over dik een uur weer terug. Tot zo! Jan Dirk, ja. Welkom hier in het Fotomuseum. Of misschien ben ik wel welkom bij jou, want het is jouw expositie in Rotterdam in het Fotomuseum. Ja. Typisch Nederlands. Ja. En de mensen kennen jou de laatste tijd denk ik vooral als fotograaf des vaderlands. Klopt, ja. Inmiddels ben je al 4 jaar, hadden we het net over, fotograaf des vaderlands. Ja, een enorme termijn, ja, klopt. Ja, ja. Bijna een lustrum. Ja. Komt eraan, waren het niet dat er in het najaar een nieuwe komt? Zeker, zeker. Ja, ja. En om daarmee misschien maar gelijk te beginnen. Ja. Wat heeft jou het meest verrast in het fotograaf des vaderlands zijn? Nou, eigenlijk wat het betekent, wat er eigenlijk op je afkomt als er des vaderlands achter je beroepsnaam staat. Dat is echt, dat is echt wonderlijk. Want toen ik ervoor werd gevraagd, toen dacht ik nog heel even van ja, past dit wel bij mij? Ik heb er wel even een paar dagen over nagedacht. Ik dacht van ja, het klinkt heel deftig en bijna pretentieus. En het staat op een enorme sok. En hoe krijg ik dat met mijn eigen fotografie en mijn eigen zijn eigenlijk bij elkaar? En toen dacht ik van nou, als ik het een beetje losjes kan benaderen. En ik dacht, nou, misschien kan ik zo'n sjerp kopen. En dat ik het toch meer feestelijk benader. En ook een klein beetje die deftigheid ervan af kan krabben. Ik denk, dan past het waarschijnlijk heel goed. Want ik had ook net in die tijd, was ik begonnen met het in elkaar zetten van een theatervoorstelling op de Parade. Met fotografie. En toen zat ik heel erg met het probleem van ja, Jan Dirk van den Burg, niemand zegt dat wat in het theater. Hoe krijg ik überhaupt mensen in mijn tent? Toen dacht ik van, hey, als ik dat onder de vlag van de fotograaf des Vaderlands kan doen, dan kan ik Fotoshow des Vaderlands. En toen stroomde het vol. Ja, toen merkte ik heel erg dat de term des Vaderlands bij het grote publiek een soort van keurmerk is. Dan een soort hofleverancier. Hè? Dan heeft iedereen er vertrouwen in van, oh, dan zal het wel wat voorstellen. Dus dat, daar val ik nu al 3 jaar met mijn neus in een hele grote botervloot. Wel. Ja, ja. Ja. Dus dat gaat heel goed. Ja, mooi. En volgens mij ben je ook de enige fotograaf die ooit op de Parade heeft gestaan. Zover ik weet. Ja, wel. Met inderdaad een voorstelling die. Er zijn wel wat meer fotografen, bijvoorbeeld Hans Aarsman. Daar heb ik het ook een beetje van afgekeken. Dat ik denk van, oh ja. Om in een theater praten over fotografie, dat is dus een mogelijkheid. Op de Parade ben ik denk ik de eerste. Maar als het bij je werk past en op de Parade moet het ook wel. Er is wel een theaterconcentratie, maar mensen hebben ook in de regel 3 rosé op. Dus het moet wel een beetje vrolijk zijn. Hoeft niet per se vrolijk, maar het moet wel bij de concentratiespannen passen. En wat Hans doen is toch wel, heeft iets meer, waarschijnlijk iets meer aandacht, denk ik, nodig. En je hoort het ook het geluid van die andere tenten, dus het is wel. En als fotodetective moet je natuurlijk opletten. Ja, ja, je moet er, bij Hans moet je er nog meer bij zijn om ook uiteindelijk tot de clue te komen. Bij mij is het in de regel niet zo erg als je een zinnetje mist. Nee. Het is meer cabaret, hè? Het zit meer op de lach, inderdaad. Het is,
Ja. Ik ben een aantal keer bij jouw voorstellingen geweest. En ik heb echt momenten gemist, omdat ik zo hard moest lachen. Of de mensen naast mij zo hard moesten lachen. Ja. Dat is gewoon... En misschien is dat ook wel even leuk te vertellen, want niet iedereen weet dat misschien. Nee. Want jij doet die theatershows nog steeds. Klopt. Ja. Degene waar ik geweest ben, kom je ook helemaal op in een zilverpakje met een assistente erbij. Ja. En gaan we echt, het wordt als een soort goochelact. Kom je op en breng je het te bed. Dat is natuurlijk een hele andere manier van fotografie beleven dan we gewend zijn. Ja, maar dat past ook wel bij het, want die voorstelling waar jij bent geweest, dat gaat denk ik over het Stendhal-syndroom. Die heet een mooi zo. En dat was ook om het Stendhal-syndroom, dat is een bepaald effect. Waar nog steeds tot op de dag van vandaag 100 toeristen last van hebben als ze de stad Florence bezoeken. Hè. Dan gaan ze eerst naar het Uffizi Museum, dan naar de David kijken. Vervolgens stiefelen ze de binnenstad van Florence in. Nou ja, prachtige symmetrische architectuur overal. En dan worden ze dus fysiek onwel. Dan raken ze op een gegeven moment worden ze duizelig, krijgen ze hoofdpijn, vaak braken. En dan storten ze echt ter aarde, eigenlijk aan de overdose schoonheid waaraan ze zijn blootgesteld. En daarom heb ik dan ook zo'n magic pak aan. Want dan ga ik proberen om in die voorstelling datzelfde effect te bereiken, maar dan van schoonheid van eigen bodem. En dan met fotografie die je ook in deze tentoonstelling kan zien. Dus daar past het ook heel erg bij. En dan werk ik met een muzikant, Flavia Vaas, die dat dan ook ondersteunt. Dus het is daarom heb ik ook zo'n pakje aan. Maar dat is dus in de regel. Het ligt ook een beetje aan de inhoud. Wat ik probeer dat dan groter te maken dan alleen fotografie zelf. Ja. Dat is heel mooi. En ik kom er straks nog wel even op terug. Ja. Hoe fotografen daar eventueel van jou van kunnen leren. Ja. Want ik denk, veel fotografen zijn best wel een beetje terughoudend misschien op zichzelf. Misschien heb jij dat zelf vroeger ook wel gehad. Nou, ik ben van nature. En nu sta je daar, nu sta je daar gewoon breed uit, heel extravert. Extrovert. Je verhaalt... Maar dat is ook... Dan weet ik ook van, er zitten nu 100 mensen naar me te kijken. Dus dan kan je niet meer aan de rand van de situatie opstellen. Maar die kant heb ik ook, hoor. Ik denk ook niet dat het... ik ben ook van nature eigenlijk heel schuchter. En als je mensen vraagt die mij 15 jaar niet hebben gezien... Die zeggen van, Jan Dirk, die zegt eigenlijk nooit boe of ba. Die zit een beetje... die zit er altijd een beetje bij. En dat, die kant en die behoefte heb ik ook. Maar... als ik over mijn werk en als ik iets heb eigenlijk iets voorbereid waarvan ik denk van dit is toch leuk om te berden te brengen. Weet je, dan zet ik die kant van mezelf aan. En dat is hetzelfde als ik ook in mijn fotografie. Dan vind ik het eigenlijk ook altijd heel comfortabel om een beetje de beschouwende kant te hebben. De fly on the wall. Maar ik heb soms de behoefte als ik iets zie als fotograaf, is of het een persoon is die ik op straat zie lopen, van ik denk van, dat is die wil ik fotograferen of iets anders. Dan is die drang om dat meteen te maken. En dan ben je waarschijnlijk heel extravert. Ja. Want dan houdt gewoon niemand me tegen om die foto te maken. Dus dat is... Gaat er ook achteraan? Ik heb heel vaak dat ik in mijn Fiat Panda rij en er komt ineens een roze Zundap vanuit de tegenovergestelde richting met een vrouw erop. Of ik denk van, wow, die... Dus dan is het omkeren en dan tuteren en ho, stop. En de Jan Dirk die gewoon aan de rand van de situatie zit, doet dat niet. Maar als ik dat dan zie, dan denk ik van erop af, ja. En zijn dat de mensen die ook in jouw heerlijke genieten rubriek komen voor de Volkskrant? Ja, die zijn af en toe in het dagelijks leven keihard getackled. klopt. Ja. Want ik vraag het me elke week af, als hij dan weer op de mat valt... Dan denk ik, hoe kom je... Deze week hadden we misschien wel leuk voor de mensen even... De mevrouw van de kamelenrace op de kermis. Ja. Dan denk ik, hoe kom je er? Hoe kom je aan haar, denk ik dan? Bij haar, haar gezichtsuitdrukking. Ze is ook echt zo'n mevrouw van die kamelenrace. Ja, klopt. Ja, ik zoek altijd naar zo'n overweldigende... Iemand met zo'n overweldigende uitstraling. Met ook die herkenbaarheid wat iedereen verdient. Zij staat daar echt als een soort... koningin Beatrix van hoe zij vroeger was, zeg maar. Hè? Echt met zo'n uitstraling van... ik doe de kamelenrace en je hoeft je niks in je hoofd te halen. Geen gekkigheid bij mij, je gaat gewoon zitten, je koopt de kaartje. En je bent die kamelenrace, krijgt het prijsje, hop. Weet je, die statigheid heeft ze ook. Dus, ik ga natuurlijk wel naar... Ik kijk dan vaak op een dag waar ik dan denk van... nu heb ik vrij om die rubriek te maken. Dan kijk ik wat er zo is in den landen.
En toen kwam ik op... Ja, dan, vaak typ je dat gewoon in op Google. En dan sla ik de eerste 5 pagina's over. Want dat zijn meestal de grote events. En ja, dan lees ik in de IJmuider internetbode van... Ja, er is een feestweek in Zandpoort Noord in dit geval. En daar is een kermis. Dus ik struikel gewoon over die kermis. En toen zag ik haar. En toen heb ik gevraagd van... mag ik je fotograferen? Dat is eigenlijk, ja... Dan denk je ook, dat is er echt weer één. Klopt, ja. Maar soms kom ik ook mensen echt tegen in mijn dagen, zoals die vrouw op die Zundap. En dan ja, komt het ook voor dat ik even zelf geen tijd heb of mijn camera niet. En dan vraag ik van, ja, mag ik je morgen fotograferen of zou je het leuk vinden? Dus soms ga ik, ja, 50% van de gevallen ga ik echt ergens gericht heen. Dan denk 30% kom ik echt iemand tegen. En 20% willen ook, ja, dat is de laatste tijd ook dat ik wel eens een mailtje krijg met iemand van, nou ja... Volgens mij, ik volg je rubriek. En volgens mij mijn oom Frans. Dat is echt iemand, want die is... ja, soms is dat... Ja, dat is ook in de helft van de gevallen... is dat juist niet eigenlijk iemand die geschikt is voor die rubriek. Nee, maar wat moet die iemand hebben die in die rubriek past? Nou ja, dat is ook een beetje eigenlijk vingerspitsengevoel. Dat kan ik ook niet vaak... Het is heel moeilijk te beoordelen als je een foto van iemand... of een mailadres en dan denk je van ja, diegene heeft wel een interessant verhaal. Maar het moet ook iets doen waarvan ik dan denk van... ja, het is een foto. Ja. En ja, dat is heel moeilijk soms. Ja, dat heeft gewoon te maken met een bepaalde uitstraling. Maar dus, ik krijg ook wel eens mailtjes van mensen die zichzelf aanmelden. En dat is altijd... Dat is het nooit. Nee, want die mensen die zien zichzelf als, vaak als een speciale verschijning. En daar heb ik op zich niks tegen, maar in mijn rubriek... Het zou een aparte rubriek kunnen zijn. Ja. Die zien zichzelf... Dus ik probeer eigenlijk weg te blijven met mensen die zichzelf hebben gekwalificeerd als paradijsvogel en bijzonder persoon. En soms zit dat er wel tussen. Maar in de regel... In die rubriek werkt het beste als iemand eigenlijk zelf niet zozeer beseft dat hij eigenlijk iets heel speciaals heeft. En dat kan op hele verschillende manieren zijn, maar dat werkt eigenlijk het beste. Ja. Er zit ook altijd trots in. Ik vind namelijk zo mooi in het begin. Ja. Eigenlijk is het net als je het typisch Nederlands. Ja. Er zit, mensen doen iets bijzonders, wat wij eigenlijk niet... Die hebben een eigen spoorweg, museum, vereniging of wat dan ook. Want ze hebben kamelenrace. Mm. Ja. Iets waarvan je denkt, jeetje, wie houdt zich daar nou mee bezig? Ja. En vervolgens staat daar een heel trots iemand op wat hij doet. En ook in je teksten, want die schrijf jij zelf. Hè? Ja. Daar zit ook... Er zit echt iets moois in. Ja. Het is, je maakt mensen niet belachelijk. Je laat niet zien, wat heeft die een rare hobby? Nee, nou, het is een soort... Dat is een heel dun lijntje. Want ja, het stel met de humor vind ik ook altijd fijn om mee te werken. Dat je tijdens een stukje lezen dat je ook wel een keer moet glimlachen. Maar ik probeer dat juist in de relativering van het leven op zich te zoeken altijd. Want dan ga ik naar die kamelenrace en jij vindt dat speciaal. Maar Wil, die daarachter staat, die heeft een hele leven spookhuis gehad. Toen is ze 15 jaar geleden die kamelenrace gaan doen. Omdat het makkelijker is om alleen met haar man om dat te runnen. Dus die is voor haar is de kermis is het gewoon... Ja. En dat ze 1000 keer per dag dat kamelenrace liedje hoort... dat is voor haar gewoon heel normaal. Terwijl ik denk, van, daar word je toch helemaal tuurlijks van. Ja, maar voor haar is het dan weer heel raar dat er iemand op haar afkomt... Die 2 jaar lang heel Nederland heeft gefotografeerd... op zoek naar allemaal voortuintjes die bij elkaar passen... en palmbomen en homelettergebruik. Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen niche... waar die zichzelf in kan verliezen. Ja. Dus dat probeer ik ook een beetje met die rubriek te doen. Eigenlijk van iedereen die op een bepaalde manier iets van het leven maakt... of je nou naar de Tilburgse Terrariumdagen gaat... of je gaat naar het Origami Weekend in Noord-Groningen. Weet je, iedereen die heeft op zijn eigen manier... Maak er wat van. Dat is, is wat mij ook nooit verveelt. Nee, ja. En wat we ook heel erg terugzien in jouw tentoonstelling natuurlijk. Mm. Want eigenlijk is het raar als jij 2 jaar lang voortuintjes fotografeert van mensen. En dan niet eens mooie voortuinen. Nee, ja. Dat maar is ook, maar ja. Voortuinen, onderhoudsarm noem jij dat, hè? Ja, dat zit er veel tussen. Ja, ja, en dan komen we op fenomenen als containercamouflage. Ja, klopt, ja. Vorm snoeien. Ja. Wat ik heel bijzonder vond hier op de tentoonstelling... heb ik pas de subcategorieën ontdekt... Mm. Waarbij je dan ook
op een gegeven moment over snackbar varianten. Ja, klopt. Het, ja, dat het zit snacksnoeien in het... heb ik dat genoemd. Ja. En het grappige is, als je eenmaal die vorm hebt herkend... Ja. En je loopt naar buiten, dan denk je, verrek, daar staat er één. Ja, ja, en dat klopt. Is eigenlijk wat het doet. Hè? Ja, ja, ja. Nee, het is een soort, dat is ook eigenlijk de bijsluiter, dat is het gevaar bij deze tentoonstelling. Dat je dus, als je deze tentoonstelling hebt gezien en je stapt weer gewoon Nederland in... dat je de hele tijd zo van, oh ja, dan heb je dat, dan heb je dat, dan heb je dat. En dat is heel leuk om ook in typologie, eigenlijk die seriematige vorm van werken... daar kan je als fotograaf natuurlijk ook, daar kan je het heel lekker dik opsmeren dat het een bepaald fenomeen is. Terwijl ook bij sommige dingen, dan als je een paar jaar door Nederland hebt en dan dat allemaal verzamelt, dan wordt het ineens in een serie een heel groot ding. Weet je, dan is dat ook heel overtuigend. En dan zie je ineens dingen bij elkaar die je in real life natuurlijk nooit zo bij elkaar zo ziet. Dus dat vind ik, dat is een hele leuke manier van werken. En ook een hele leuke manier om te kijken naar de wereld. Dat je dan... en dat werken in die subcategorieën, dat werkt ook heel verslavend eigenlijk. Want als je dan bijvoorbeeld... Ik ben ooit begonnen met gewoon een aantal foto's maken van mensen die het woord home in de vensterbank hebben staan. Hè? Die witte letters. Nou, dan dacht ik van, dat is in principe het onderwerp. Uh-huh. Mensen die dat hebben. Maar dan heb je er meer en dan denk je van, er zijn mensen die, die het rechts van de deur zetten. Mensen die het in het keukenraam zetten. Nou, heb je dat. En dan ontdek je ineens van, je hebt ook mensen die het van buitenaf als ze thuis komen... dan die bevestiging willen hebben van, daar is het thuis. En je hebt mensen die op de bank zitten binnen en die het van binnenuit willen lezen. Maar dan lees je dus van buiten, lees je dan het in spiegelbeeld. Dus dat raakt emo, zo'n soort woord. Dan denk ik van, dat is ook weer een categorie. Dus je hebt eigenlijk een twee-stromen-beleid. Mensen van binnenuit, van buitenuit. En mensen die het fonetisch aanpakken. Mensen die het die het leuk vinden om die letters weer door elkaar te husselen. En zo heb je dan weer allemaal subcategorieën onder elkaar binnen het homelettergebruik. Dus daar, dat is ook eigenlijk een les die ik dan mezelf leer. Van het lijkt een soort van eenvormig ding, een fenomeen. Uh-huh. Maar eigenlijk is nooit alles weer hetzelfde. Dus dan krijg je een soort van Drosteffect. En dan, wat is eigenlijk eenvormigheid? Want je leert, homelettergebruik kan je zien als één onderwerp. Maar eigenlijk zitten daar ook weer allemaal onderwerpen onder. Dus wat is... Heb je nou na al die tijd ontdekt waarom mensen dit doen? Waarom ze homeletters in de vensterbank zetten? Bijvoorbeeld, waarom ze homeletters? Je hebt ook mensen gebeld, hè? Je hebt... Ik belde meestal aan op een gegeven moment dat bij het maken van een tentoonstelling. Eigenlijk het idee was om van die series een boek te maken. En toen belde het Fotomuseum vorig jaar en zeiden van Jan Dirk, we willen graag volgend jaar een tentoonstelling maken. Zou jij het leuk vinden om die foto's bij ons tentoon te stellen? En toen schrok ik me eigenlijk het apenzuur, want ik had net eigenlijk mijn best gedaan om om het zo... duidelijk mogelijk te fotograferen, maar eigenlijk alles wat ik heb geleerd als fotograaf om een foto te maken qua compositie en qua lichtval en eigenlijk om qua fotografische kwaliteiten, om dat eigenlijk allemaal buiten beschouwing te laten en het echt zo rechtdoor mogelijk te fotograferen. Ik heb hier ook recht voor zijn raapstel opgeschreven. Ja. Mijn idee was eigenlijk om om al die series te maken. En het eigenlijk zo onmogelijk mogelijk te maken om het te hebben over fotografie. Dat je eigenlijk meteen bij het onderwerp bent. Het gaat over Boeddha-beeld, het gaat over palmbomen, het gaat over homeletter gebruiken, het gaat over vormsnoeien. Eigenlijk alleen maar dat je dat meteen bij het onderwerp bent. En eigenlijk ook alleen maar over het onderwerp zelf kan praten en het niet over fotografie te hebben. Maar toen dacht ik van het Nederlands Fotomuseum. Ik denk van als die eens in je carrière bellen om een tentoonstelling, dat is natuurlijk geweldig. Nee. Ja, maar ik had net mijn lelijkste fotoserie gemaakt. Fantastisch. Ja, maar eigenlijk fotografisch ging niks aan te beleven. En dat moet in het Nederlands Fotomuseum. Ik denk van en toen viel ik het woord inlijst. Ik dacht van dat gaat, dat houdt gewoon, het houdt gewoon niet op de muur. Dus toen hebben we zitten dubben en met de curator Aya Musa een beetje zitten van wat zullen we doen? En toen dacht ik van als we een projectie van maken en met een soundscape, dan is het ook iets anders dan het boek. En dan kan ik dat gewoon veel anders benaderen en dan komt die hoeveelheid wat beter tot zijn recht. En dan iets aan de muur, maar niet te veel. En zo hebben we het eigenlijk gedaan. Maar wat was je vraag eigenlijk? Het ging over waarom mensen het doen. Maar daar sluit het wel op aan. Dus daar komen we zo. Ja, ja. Het is nog wel leuk om even te vertellen ook. Mensen staan echt drie mega grote schermen. Ja.
En we zien de beelden snel voorbij flitsen. Ja. Ja. Net zaten we even te kijken. Toen zei je, ja, mensen zeggen ook wel soms, oh, het gaat zo snel. Ja, klopt. Maar dat is natuurlijk ook de kracht ervan. Ja. Maar tegelijkertijd horen we ook soms mensen die je belt. Of wat klopt. Geluiden erbij. Ja. Of, ja. En juist die soundscapes maken het. Ja. Die brengen weer dat stukje wat jij live heel erg toevoegt. Ja. Ja, brengen dat er weer in. Ja, wat ik heb gedaan is toen ik wist van, het wordt een projectie. Toen ben ik vaak weer teruggegaan en toen ben ik gewoon gaan aanbellen bij mensen van, ja, waarom, goeiedag, ik ben Jan Dirk en ik maak een tentoonstelling in het Nederlands Fotomuseum en mag ik u een vraag stellen over de letters in uw vensterbank of over uw boeddha in de tuin. En dan kreeg je heel vaak, helemaal als er een man open deed. En die zei van, ja, heb ik een boeddha in de tuin? En dan stond er echt een knors op de sokkel. Maar ja, dat stond er al 10 jaar. En ja, dat zie je niet. Dat fenomeen van alles wat je elke dag ziet. Het is ook bijna nooit het idee van de man trouwens. Ja, toch een bepaalde generalisatie waar ik niet omheen kan. Dus ze zeiden altijd van, ja, dan moet je al je mevrouw vragen. En dat hoor je ook dan terug in die... Ja. Dat is dan, ja, dat werkt gewoon heel goed. Maar ik kwam er wel achter dat met boeddha's bijvoorbeeld. Het staat ook een beetje bekend als de opvolger van de tuinkabouter. Maar het is wel echt meer dan dat. Ik heb echt heel veel mensen gesproken die dan of een kaarsje erbij zetten. En dat is voor hun dan om hun overleden familieleden te gedenken of iets dergelijks. Of het geeft toch een bepaalde rust. Mensen zijn op vakantie geweest naar Bali en Thailand. We moeten daar een beetje aan denken. Met die home letters heb ik ook echt heel veel mensen die zeggen van, ja, dat is voor mij, dan rijd ik de straat in, parkeer de auto en denk, ha, ben thuis. En ja, dat is, ik dacht gewoon van, het is gewoon iets, in een vensterbak moet iets staan. En je buurvrouw heeft het en je ziet het bij de action. En je denkt, ja, precies, dat. Maar het is, ja, dat is ook iets meer dan dat. Ja, ja, daar hebben mensen toch wel meer gevoel bij dan... Terwijl als we het over de boeddha-beelden hebben, ik heb ook boeddha's gezien daar met zwabbers erbij, emmers erbij. Klopt, ja. Volgens mij heb je een hele categorie schoonmaakboeddha's. Klopt, ja, dat vind ik. Ja, dat is die reinheid van geest en die reinheid van schone plavuizen, die gaan goed samen. Ja, precies. Dat is een hele mooie combi. Ja, maar dat vind ik ook wel mooi dat je dan... Ja, dat is, ja, maar dan denk ik ook van, ja, hoe zouden iemand mensen die gewoon boeddhist zijn? Of dan is het ook heel raar als... Ja, net of in Thailand overal mensen denken van... zo'n christelijk kruis, dat staat gezellig. Dat doen we dan in de tuin. Dus het is ook de evaluatie van iets wat op een plek belandt ineens... en hoe een boeddha eigenlijk ook een fenomeen is geworden in Nederland. Ja, er gaat een anekdote als je Rob Verlinde, de man van Eigen Huis en Tuin... die zegt dat hij daar verantwoordelijk voor is geweest, doordat hij een keer... werd gebeld door een sponsor die een hele grote... die aantal containers met boeddha's in de Rotterdamse haven had staan. En toen heeft hij dat een keer bij hem, bij Eigen Huis en Tuin... heeft hij dat, dan zetten we hier een boeddha. En toen, hij zegt dat toen iedereen dat is gaan doen. Dat is waarschijnlijk te veel eer, maar het is wel een anekdote die te leuk is om... Dit is gewoon mooi. Te checken. Sommige anekdotes maar zo, moet je laten gewoon leven. De toevalligheid van het leven, hoe bepaalde dingen een fenomeen worden... Dat is natuurlijk wel, dat is wel heel grappig. Maar dat komt gewoon ook omdat, het is gewoon menselijk instinctief gedrag om je te laten beïnvloeden door je omgeving. Dus als je dat in de straat ziet, als ik ook bij iemand home letters in de vensterbank zie staan, dan wist ik gewoon van hier komt het ook vaker voor. Of het komt niet voor, of het komt vaker voor. Dus... Dat is een soort... Dat is eigenlijk met alle fenomenen die ik zag. En dat onderscheidende, heb je daar ook een... Dus dat iemand dan... in jouw boek staat iemand die home, H-O-O-M, heeft geschreven. En dat dan de buren ook nog bellen. Ja, dat is in de... Dat is een uniek object. Het is in de Koningsstraat in Zoetermeer. Als je er bent, valt die nog live te bezichtigen. En dat is gemaakt door Bart, die zich ook een beetje... die eigenlijk datzelfde had als ik... van waarom heeft iedereen de bevestiging nodig dat daar zijn thuis is... en hoe onderscheid je je dan door? En toen kwam hij erachter dat zijn buurman een laserprinter had. En die heeft een keer voor hem gemaakt... zei van, zal ik iets voor je maken? En toen zei hij van, doe maar home met dubbel O. Dat is gewoon de fonetische versie om zichzelf te onderscheiden... want hij heeft nogal creatieve ambitie, van de rest. En dat is heel grappig, dus En dan kom je op het fenomeen wat ik ook heb ervaren als misschien wel meest typisch Nederland. En dat is dat de behoefte van veel Nederlanders om zelf uit te maken wat ze
typisch Nederland vinden en je daar ook op te corrigeren. Want hij krijgt ook heel veel... Ja, zijn buurman ging dus aanbellen van... Ja, je hebt nu home in je vensterbank, maar zo schrijf je het helemaal niet. Het is met een E aan het eind, het is Engels. En ze, oh ja, ja, nou bedankt. Ja, maar de drang om je... Dat heb ik ook heel veel gemerkt als ik tijdens die serie... als ik dan uit ging leggen van ja, ik maak een toonstelling en een boek... en het heet Typisch Nederland. En ja, dit is ook een fenomeen daarvan. En dan was het vaak heel even stil. En heel vaak de reactie van, oh ja... Nou ja, weet je wat typisch Nederland is? Dat is groepen schoolkinderen die in de regen naar het andere dorp fietsen. Of heb je al mannen die bij bouwputten staan om te kijken of alles goed gaat? Weet je, allemaal dat. Ik kreeg 30 bij 30 betontegels, typisch Nederland. En dus al die adviezen, die heb ik ook aan de andere kant opgeschreven. Die staan ook in het boek. Dus het is ook een soort van Sagrada Familia die ook nooit afkomt. Weet je, iedereen die vindt dat, ja, die wil dat zelf... Gewoon bepalen van, ja, dit is typisch Nederland. En wat maakt nou voor jou dat iets typisch Nederlands is? Want zit natuurlijk een eenheid in. Ja, het is ook een beetje spielerij. Want eigenlijk de officiële titel van de tentoonstelling is typisch Nederland volgens Jan-Dirk van den Burg. En het woord volgens, dat is echt essentieel. Omdat het is ook natuurlijk een bepaalde particuliere fascinatie. En het heeft ook te maken met dat je als... tenminste, dat heb ik gemerkt. Ik ben zelf opgegroeid in Zoetermeer. En als deze tentoonstelling typisch Zoetermeer zou heten... dan zou je echt een heel end komen... Zonder dat iemand merkt van, hé, dit is in een andere gemeente. Het is het type Nederland, zeg maar, wat statistisch misschien het meeste voorkomt. Ik heb in Zoetermeer gefotografeerd, maar ook in Veenendaal de Klomp... of Waddinxveen Triangel, Gouda Goverbellen... Purmerend Overberen, eigenlijk allemaal dat soort... Hoor je wel een beetje Phoenix-wijken? Ja, nou ja, dat ja. Ja, een beetje de Phoenix-cultuur. Hè. Wat ze zeggen dan, de eenvormige bloemkoolwijken, slaapwijken. Die termen vallen allemaal. En vaak wordt daar ook een beetje neerbuigend naar gekeken. Maar ja, de mensen die daar wonen, die wonen stiekem zin, hartstikke hè? Lekker. Want die hebben de voortuin en de achtertuin. En kunnen lekker doen wat ze willen. Ja, dus ja. Ja, er zit ook een... Daar heb ik natuurlijk ook geprobeerd om daar een beetje mee te spelen. Ja, ja want het is natuurlijk... Het grappige is, een Phoenixwijk is ook al een typering. Ja, tuurlijk. Ja. Ja, ja. Dus ja, daar heb ik ook mee gespeeld van wat is nu bepaalde eenvormigheid. Dus ik fotografeer dan boeddha's. Maar ja, binnen de boeddha-cultuur heb je dan de Nederlandse boeddha-cultuur... heb je dus ook al die verschillen. Mensen die hem tuinvullend in de tuin zetten... Gewoon klein eigenlijk naast de deur of binnen. Of de dubbelboeddha zie je ook wel vaak. Dus ik probeer dan ook, net zoals met die homeletters... probeer ik eigenlijk terug te trechtigen. Of met PTT buitenbussen. Heb je ook allerlei vormen hoe mensen daarmee omgaan. En dat heb ik geprobeerd om dat een beetje over de top te trekken natuurlijk. Ja. Was het trouwens grappig. Ik was hier van de week bij de tentoonstelling. Ja. En toen heb ik ook een tijdje te luisteren wat mensen nou... zeiden, hoe ze reageerden. Ja. Waarop iemand zei, ja, bij de rijdende rechter... zeiden ze van, mensen die een Boeddha-beeld hebben in huis... daar is heel vaak oneenigheid. Als we ergens moeten komen, is er bijna altijd een Boeddha-beeld. En dat vond ik zo'n prachtige opmerking. Ik denk dat is iets wat kennelijk zit... wat jij van het home ook al zegt. Mensen bewust, ik ben thuis. Ja. Heb je hier dus ook kennelijk, hebben die mensen dus... toch behoefte aan vrede of iets, dat ze zo'n beeld neerzetten. Nou, ik denk dat wel wensdenken van jou is, hoor. Wensdenken van mij? Ik denk gewoon dat het mooi? Heel vaak... ik denk dat het, net zoals met die PTT-brievenbus... bij de rijdende rechter hebben ze, denk ik, nog niet door... dat het gewoon heel vaak voorkomt. Ja, dat dus zou ook het kunnen. Is gewoon, ja, van je hebt een voor... Ja, je zou ook kunnen zeggen bij de rijdende rechter... van ja, toen we daar kwamen, iedereen had een voordeur en een onderhoudsarme tuin en homeletters en een gecamoufleerde kliko-bak. Dat zegt ook niets heel vaak over voor. De mensen die rijdende rechters nodig hebben. Nee, het is gewoon, het komt vaak voor. Dus relatief ook veel mensen die een rijdende rechter nodig hebben, die die last hebben van erfgrensproblematiek. Dat komt natuurlijk ook vaak voor in de wijken waar een decoratieve boeddha natuurlijk dominant is. Ja, dat heeft daarmee te maken. Ja. Ja, dat Zoetermeer voor jou, daar wil ik het nog wel even over. Want jij zegt net, ik ben opgegroeid in Zoetermeer. Ja, klopt. Is volgens mijn informatie niet helemaal waar. Ja. Want je bent opgegroeid op een boerderij in de buurt van Zoetermeer. Ja. En je ging elke dag op school naar Zoetermeer enzovoort. Ja, Diana, nou heb je me. Ja, dat klopt. Ja. Want
Ik, in mijn psychologie, zoals dat bij mij dan werkt, denk ik, oh, daar komt het van. Ik wil dat dan verklaren. Want dan denk ik, elke dag komt hij van die boerderij, die buitenlucht, het mooie idyllische boerenleven, op zijn fietsje, aangefietst in Zoetermeer. En dan komt hij daar tussen al die onderhoudsarme tuintjes, al die boeddha-beelden, kliko-bakken enzovoort. Dan denk ik, daar moeten toch ergens je ogen open gegaan zijn. Tussen de polder en Zoetermeer. Ja, maar dat is denk ik een soort Frank van der Linden-achtig wensdenk. Gepsychologiseerd richting de familie. Ja, ja. Nee, wat natuurlijk... dat zou heel mooi zijn om het verhaal echt rond te maken. Van, oh ja, daar komt dat vandaan natuurlijk. Maar ik ben opgegroeid op inderdaad in een klein poldertje tussen Pijnakker en Zoetermeer. En mijn vader had daar een varkenshouderij. Maar we woonden gewoon in een soort van bungalow. En die moest inderdaad 15, ik denk een kwartier of 20 minuten fietsen. Voordat ik op de basisschool was. Of later ging naar de middelbare school in Den Haag. Maar het is niet zo dat ik vanuit zeg maar, de agrarische idylle. Dan richting het. richting Sweet Lake City peddelde. Waar de grote grijze flatsmal aanstonden. En de doorzonwoningen. Dat ik daar de totaal door. Ja, dat een contrast was of zo. Dat was eigenlijk gewoon één. En in Zoetermeer heb je bijvoorbeeld ook de Dorpsstraat. Dat is ook een. Het zit wat meer geschakeerd allemaal in elkaar. Maar ik heb dat nooit. Ik heb me dat nooit echt afgevraagd van, oh ja, waarom later krijg ik nu dit soort vragen van, oh god, ben je toevallig bezig met, ja, je fotografeert natuurlijk door de lens van je eigen herinnering. En, dat klopt denk ik ook, maar het contrast is niet zo groot. En het feit dat mijn vader bijvoorbeeld een agrarisch beroep had, dat wordt vaak ook in zo'n journalistieke context wordt het enorm uitvergroot. Alsof ik van, oh ja, dus je bent nu fotograaf des vaderlands. Dus je heb je helemaal ontworsteld aan dat donkere boerenbestaan. Waar je eigenlijk toe gedoemd was. Terwijl ik denk van, ja, nee, zo is het gewoon gelopen. Het is wat minder. Je bent wel eerst naar de school voor journalistiek geweest. Ja, klopt. Ja. Dus ja. De documentaire achtergrond, interesse in de mens, misschien de antropoloog. Misschien zit dat nog wel het dichtst erbij. Weet ik niet, als ik het in een hokje moet douwen. Ja. Nu we toch met hokjes bezig zijn vandaag. Ergens, die interesse in de mens is misschien wel jouw drijfveer geweest om uiteindelijk ik vind het heel plezierig om situaties te observeren. En het gedrag van de mens, dat is voor mij een eindeloze inspiratiebron. Weet je, ik zit ook graag op terrasjes. Ik heb ook wel eens een serie over inspraakavonden gemaakt. En dan ging ik elke vrije avond die ik had, tikte ik gewoon het woord inspraakavond in. En dan de datum van de dag. En dan rolde daar de bestemming van die dag uit. Weet je, van, oh ja, ja Geldermalsen, verkeerscirculatieplan. Daar gaan ze over emmeren vanavond. Dus dan zat ik al in mijn auto om dan naar zo'n wijkcentrum. En er zaten dan vier mensen een beamer en een PowerPoint-presentatie door te akkeren. En dan ging ik daar gewoon lekker. Ja, dat was ik bijna hobbymatig. Vond ik dat leuk om daarheen te gaan. Echt zonder inhoudelijk doel. Maar dan deed het fotograferen van wat gebeurt hier nou eigenlijk. Dus. En daar is fotografie ook heel erg goed in. Omdat eigenlijk, je maakt een soort van voor jezelf een soort privévoorstelling van het leven, hoe dat zich voor je lens afspeelt. Dus dat is heel, dat vond ik heel, heel leuk om dat te doen. Maar ja, dat is ook een beetje toeval hoe je leven loopt. En ik heb daar gewoon de HAVO gedaan en schrijven ging me redelijk goed af. Maar ik wilde eigenlijk geschiedenis studeren. Maar mijn beste vriend ging ook naar de school voor journalistiek. Ik dacht van, doe ik één. Een jaar journalistiek, had ik een propeduis en dan kan ik geschiedenis gaan studeren. Maar de functies, dan schreef ik gewoon stukjes. Stage loop bij de Haagse Courant en bij de Zoetermeerse afdeling daarvan. Dus dat wilde ik eigenlijk toen worden. En toen liep ik in het derde jaar tegen een differentiatie fotojournalistiek aan wat je kon doen. Je kon je specialiseren op de school van journalistiek. Fotojournalistiek, maar daar kon ik er nog geen hout van hoor. En ik heb toen stage gelopen bij de Apeldoorse Courant. Dus ik heb de mensen in Apeldoorn, moet ik wel nog even mijn excuses aanbieden. Die hebben in het jaar 98 hebben ze heel veel lelijke foto's in een krant gehad die ik heb gemaakt. Maar toen, daar leer je natuurlijk wel heel veel van. En toen ben ik nog naar Den Haag gegaan, naar de kunstacademie.
En daar heb ik 4 jaar lang, dan kan je jezelf wat beter bekwamen in het vak. En dan is toch nog je interesse inderdaad gebleven. Eigenlijk zit het nog steeds in die gespreksavond. Ik kan de tweetbundel van jou herinneren. Ja, waarin klopt. Je 10 mensen's tweetaccount van een jaar hebt uitgegeven. Ja, dat vind ik bijna nog het meest, als ik erop terug heb, van wat is nou het meest documentaire werk wat nog het meeste impact en zeggingskracht heeft, dan is het eigenlijk niet wat ik zelf heb gefotografeerd, maar inderdaad, ik heb toen mensen gebiografeerd aan de hand van hun eigen Twitter-account. Dus wat ze in de afgelopen jaren over zichzelf hebben gezegd, wat ze ook daadwerkelijk waardevol vonden om te delen met de wereld. Dus het is ook een hele mooie spiegel wat mensen eigenlijk voor mensen hun eigen zelfbeeld. En dat dan overzichtelijk geboekstaafd in een boek. Dus, maar dat kwam ook het feit dat ik, het was Twitter in 2016 of zo. En ik was gewoon heel erg geïnteresseerd dat ik mensen kon volgen die ik nauwelijks kende in mijn eigen leven, maar waarvan ik soms meer wist dan wat bijvoorbeeld mijn eigen vrienden aan mij vertelden. Sommige mensen die verwarden het echt met een WhatsApp. Groep. Dat zijn hele persoonlijke dingen. Ja. Waarvan ik dacht, waarom weet ik allemaal dit soort dingen? Dus toen ging ik die boeken maken. En ik maakte 1 boek in de 2 maanden of zo. En dat stuurde ik dan op naar diegene met een brief erbij van gefeliciteerd. Met de aflevering 3 in de serie Tweetbundels. Het meest interessante werk, Twitterwerk van Nederland. Ja, en mensen die schrokken zich dood, want ik vroeg dat natuurlijk niet. Dus want die openen het ligt zomaar op straat. Nou ja, het ligt altijd al op straat, maar nu realiseer je dat Klopt. Het op straat ligt. Ja, maar het werkt eigenlijk heel goed, want het... mensen kregen dus een eigen boek in een open envelop. Een boek, hè, met een foto die ze alleen maar kenden. Omdat van ze dat, zichzelf. Van zichzelf. En dan al die tweets. En toen was ik ook wel bang, dacht van, ik zal misschien wel tegen iemand aanlopen die dat helemaal niet trekt. Die denkt van, dit zijn mijn tweets. En, maar de ervaring was dat ijdelheid een veel grotere emotie is dan die schaamte die ze soms over tweets hebben van 5 jaar terug wat ze over iemand hebben gezegd bij het kerstdiner. Weet je, dat ze dat niet meer... En dat zat natuurlijk ook in. Dat je, mensen waren gewoon ook heel blij als ze hun eigen hoofd op de cover van een boek zien. Want dan denk je van, het is toch een soort prijs, weet je. Dat is, Ik heb wel een heel bijzonder Twitter-account. En dat, maar er zaten en ook bekende mensen tussen. Dan denk ik, op de een of andere manier als onbekende kan ik me nog voorstellen dat je denkt je ook denkt, wie ziet het en wie kent mij? Ja. Maar op het moment dat jij een bekende Nederlander bent... Ja. Dat je wel denkt, oeh. Ja, nee, maar dat was bijvoorbeeld in de tweede aflevering, die gaat over Atemos. En Aat, die maakt dan heel veel selfies, waar hij er zelf gewoon goed parmantig op staat. Dat hij weer een kippetje heeft gekocht op de markt. Of hij gaat elke dag joggen in het bos. En dan maakt hij een selfie en dat had ik allemaal op een rijtje gezet. En als Aat dat binnenkrijgt en die kijkt door de ogen van Atemos. En die ziet inderdaad, knap vent. Dat is een hele knappe vent. En die heeft een hele mooie lach. En die staat er weer prachtig op. Ja. En die vraagt dan naar mij van... heb je nog een aantal van die boeken? Want dan kan ik ze uitdelen in mijn eigen kring. Wel gaat. Ja, wel kosteloos natuurlijk. Terwijl andere mensen, die kijken daarna van... jeetje, die Aat vindt zich wel een hele peer zelf, hoor. Ja. Maar dat is eigenlijk perfect. Als je iedereen die kijkt op zijn eigen manier naar de wereld... En als je daar gewoon wel blijft... Want het is ook een verzorgde uitgave. Het is prachtig gedrukt. Dus in een box, met een mooie stofomslag. Dus ik probeer dan wel om dat dan een podium te geven. Dat je het ook op een andere manier kan bekijken. Dus, ik wil ook mensen wel even oproepen om even het promotiefilmpje op te zoeken op Google. Ja. Ja. Ik vond het promotiefilmpje heel grappig. Van de tweetbundels? Ja, van de tweetbundels. Ja, 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 ja. Nee, je dat helemaal aanprijst en iedereen 1 voor 1 even uitlicht. Ja, en, klopt. Laat ik zeggen, op zijn Jan Dirks. En, ja. Kan ik echt ook, aanraden. Ja. Ja. Nee, dankjewel. Geweldig. Ja. Ik zit even te denken waar we nu naartoe gaan. Nou, denk gerust na. Ik blijf zitten. Dat is hartstikke fijn. Ja. Dat is hartstikke fijn. Misschien toch eerst maar even via... wat ik in elk geval vandaag over wil hebben... Mm-hmm. Voordat we straks ineens merken dat het uur om is... en dat we het daar niet over gehad hebben... Ja. Is hoe je profileert als fotograaf. Want jij bent nu 4 jaar lang fotograaf des Vaderlands geweest. Je bent op de parade geweest. Mm-hmm. Nou, je zei zelf al heel mooi, ik heb die sjerp gekocht. Ja. Dat is misschien nog wel even... We hadden het voor dit gesprek even over de nieuwe fotograaf des Vaderlands. Die gaat er aankomen. Wie het is, weten wij ook nog niet. Wanneer, weten we ook nog niet. Ja. Maar dat een aantal mensen zoiets hadden... Ja,
ik ga niet met zo'n sjerp lopen. Ja. Dat is dus puur jouw invulling van het ambt. Dat is goed om dat even te benoemen voor mensen die, die dadelijk nog gebeld worden door het, het fotomuseum met die vraag. Want 2 jaar geleden, voor corona, zou ik ook eigenlijk al abdiceren. Hè? En toen waren ze al bezig met misschien even een oriënterend belrondje van zou dit iets voor jou zijn? En toen bleek er dus een misverstand te zijn. Toen zeiden ook een paar fotografen, ja, dag, ik ga niet met zo'n sjerp lopen, malle Henkie niet. En dat is natuurlijk ook heel... ja, toen dacht ik bij mezelf van, het misverstand is gerezen dat je die sjerp er automatisch bij krijgt. Maar ja, ik heb die toen gekocht op drafvanrensportprijzen.nl, omdat ik dacht van, ja, dat is... Dick Bilkoeien ook vaak om als een prijs winnen. En ik dacht van, dat past gewoon bij mijn type fotografie. En de theatraliteit, wat ook mijn ambitie was. Dan is meteen voor iedereen duidelijk van, daar staat iets des vaderlands. En hij neemt het ook een beetje met een geintje, met een seintje. Het is wel serieus, maar het is ook weer niet. Ik probeerde de deftigheid daarmee er ook, de parmantigheid er ook een beetje mee af te krabben. Dat hoort er dus eigenlijk niet bij. Dat hoort erbij bij mijn persoonlijke invulling van het ambt. Dus, evenals de Fotoclub des Vaderlands, klopt. Wat ook een idee van jou is. Ja. Met mooie groene Fiat Panda. Ja, dat vind ik eigenlijk het leukste wat ik eigenlijk heb gemaakt in die ambtsperiode. Dat was in het derde jaar. Ik dacht van, ik heb nou verlenging gekregen. Maar ik dacht van, dan moet ik ook iets anders doen. En het idee om een webserie te maken over fotografie met... om fotografievraagstukken eigenlijk te bespreken, waar ik zelf ook altijd mee zit. Van waarom vinden mensen mooi wat ze mooi vinden? Wat is originaliteit nu eigenlijk? De kracht van seriematige fotografie. Waarom ik niet geïnteresseerd ben in natuurfotografie. En waarom de meeste fotografen daar juist wel helemaal vol voor gaan. Weet je, allemaal dat soort vragen. Ik denk, dat is leuk om in een webserie te belichten. Uiteindelijk ben je ook het land in geweest. Ja. Met live voorstellingen. Ik had offline themaavonden rondom elke aflevering die ik had gemaakt. Dat was heel leuk. Ja. Ja, ja. Ik kan me zo voorstellen dat je hele leuke reacties op krijgt. Misschien is dat wel grappig om te vertellen. Ik heb ooit Hans Aarsman geïnterviewd. Leuk. Ja. Heel leuk. Ja. En ik moest vanochtend, toen ik hierheen ging, ineens denken aan een uitspraak van hem. Mm-hmm. Die ook heel erg met jouw werk te maken heeft. Ja. Maar ook met de fotoclubs. We hadden het toen over fotoclubs. Ja. En dat mensen heel graag doen wat anderen doen. En ze gaan de regeltjes houden. Klopt. En toen zei hij, dat snap ik wel. Ja. En dat vond ik heel grappig om van hem te horen. Ja. Hij zegt, mensen staan 's ochtends op en dan moeten ze haasten. En ze gaan naar ze moeten snel ontbijten. Kinderen moeten aangekleed. Moeten naar de crash. Moeten naar school. Je moet naar je werk. Worden de hele dag... Oplet dat de poten niet onder je stoel gezaagd worden. Ja. Volgens ga je naar huis, boodschap doen, koken, eten. Ja. Klaar, en dan kom je op de fotoclub. Ja. En dan is alles zoals het zijn moet. Alles volgens de regeltjes, alles volgens de ordening. Ja, het is heel, heel comfortabel als je in een bepaald segment... En dat deed me ineens denken aan jouw fotografie. Ja. Ik denk, eigenlijk heeft dat met hetzelfde te maken. Ja. Alles is weer zoals het is. De Boeddha staat in de tuin. Ja. De twee buxussen zijn naast elkaar die prachtig gesnoeid zijn. De homeletters in de vensterbank. Ja. En je hoort erbij. Ja. En nee, het is zoals het hoort. Ja, maar dat is één ding. Dat mensen dat denk ik dat dat ook een behoefte is van mensen om uit te stralen. Of in ieder geval te communiceren dat ze ergens bij horen. Ja. Daarom zie je bepaalde fenomenen natuurlijk ook meer. Waarop als je... en mijn homeletters ziet, dan... jij hebt die homeletters ook. Dat communiceert ook een beetje in zo'n straat van... wij horen een beetje, we zijn een beetje gelijkgestemd... ongeveer van dezelfde bloedgroep. Dat is gewoon een menselijke behoefte. Maar tegelijkertijd zijn mensen, is het ook een menselijke behoefte... om jezelf te onderscheiden. Om rode letters neer te zetten. Om te denken van... ik ga Jan Dirk van den Burger interviewen, weet je wat? Ik doe een groene jurk aan met koolmezen erop. Ja, mooi, hè? Dat is ook... Daarmee communiceer jij ook van... ik ben een creatief ingesteld persoon. Ik zie er fleurig uit. Kabouters Ik zit in een bepaald segment. Ik zet mijn bril op mijn voorhoofd. En ik ga mijn haar niet verven, want ik heb prachtig haar. En een beetje zo dat twee kleuren en een beetje dat zilverachtige tussendoor. Dat al dat wat jij maakt, weet je, dat jij zet je ook in een bepaalde positie neer. Tussen onderscheiden en ergens bij horen. Ja. En dat is, maar daar ergens tussenin, en wat je op die tentoonstelling allemaal ziet, eigenlijk hier, is precies momenten waar dat ook een beetje ertussenin valt. Dat
mensen ook vaak aan iets beginnen of een bepaalde geïmproviseerdheid of hoe ze hun voortuin inderdaad inrichten. En dat je ook ziet van, oh, de ambitie is misschien nog hoger dan wat we hier op de foto zien. En dat is ja, heel dat aantrekkelijk. Schurende, ja, dat maakt het mooi. Dat is heel aantrekkelijk. En het ontroert natuurlijk. Ja, ja. Er zitten maar weinig foto's van mensen in. Ja. Maar er zijn er twee die me ook gelijk heel erg diep raakten. De een was die man die had vlinders op zijn huis. Dat is ook een categorie, ja, vlinders. Ja, klopt. Ja. Maar dan had hij daar onder een tuin en er stonden ook nog allemaal kleine, ja, frutsels noem, ja, ik dat maar even. Ja. Maar ook allemaal boompjes. En die, ja, had hij dan met vuilniszakken netjes beschermd, ja, voor de klopt, winter. Ja, ja. En dat, ja, had iets, dat heeft iets enorm aandoenlijks. Ja, tuurlijk, ja. Dat die man, ja, daar zoveel, ja, zorg... Je, ja, ziet maar voor van, de helft had hij ook gewoon, denk ik, bij het tuincentrum had hij dat soort, of landbouwzeil. Ja. Maar had waarschijnlijk niet genoeg. En daar, toen heeft hij nog een vuilnis... De helft is alweer, zijn ook weer van die vuilniszakken. Fantastisch. Dus, ja, ja, ja. Dus je ziet gewoon van, ja, dat was eigenlijk niet de bedoeling, maar je roeit met de riemen die je hebt. Ja. En ja, dat zie je door het hele boek heen. Ja, want we hebben ook de beelden in de tuin, hè? Ja. Want jij had het over het Stendhal-syndroom. Ja. Ja. En mensen die dan de David in de tuin zetten. Ja. Of, ja. Ook een heel mooi vrouwbeeld in de tuin. Klopt, en daarnaast, ja, staan dan drie struikjes die min of meer dood zijn. Ja. En er staat zo'n man echt met zo'n, ja, pisstraaltje, zou, ja, ik maar, ja, zeggen. Die staat ze dan te sproeien. En, ja, dan schieten bijna de tranen in je ogen. Van, ja. Er zit een soort... Het is sneu en het is ook, ja, aandoenlijk. En, ja, het zit er allemaal in. Ja, en, ja, ja. Nee, maar dat is de emotie waar ik altijd een beetje naar op zoek ben. Dat je, ja, een beetje moet glimlachen, maar dat je ook misschien een beetje dat gevoel hebt van, dat, ja, dat tragicomische zit erin. Maar dat je daar een beetje tussenin blijft. Dat je eigenlijk, dat het de hele tijd, ja, dat het ook lachen en huilen tegelijk is. Eigenlijk net al, ja, alsof, ja, hoe ik het leven eigenlijk aan zich beleef. Ja. Dat ook een beetje een reflectie is wat ik om me heen ja, zie en zoek ook. Want ja, ik ga natuurlijk nu al die wijken in waar ik zelf niet woon, maar die ik in mijn leven wel heel vaak, uh-huh, heb gezien. Maar ja, ik zou datzelfde fenomeen ook in mij... Ik woon in Amsterdam-West. En daar doet iedereen ook zijn best om zich zo onderscheidend mogelijk op te stellen in het leven. Maar ja, als je bij mij in Amsterdam-West willen wonen. Ja, wat ook dat. Wat ook al iets zegt. Ook dat. En daar loopt iedereen met, ja, van die malle gymschoenen die ik dan aan heb. En zo'n zwarte skinny jeans. Ja. En dan zo'n ander shirtje, haartje, baardje, swapfiets. ja, zo ben ik. Dus, en zo is de rest van mijn omgeving eigenlijk ook. Ja. Dus wat dat betreft doe ik eigenlijk precies hetzelfde als die mensen die in Veenendaal de Klomp wonen. Of in Waddinxveen of in Capelle aan de IJssel. Maar dan, ja, net in een ander... En op een balkon. Want zijn, ja, er nou ook balkonfenomenen? Ja, die zijn er wel. Maar dat vind ik ook, ja, als je daar als fotograaf langs loopt. Ik vind dat perspectief vind ik niet zo aantrekkelijk, nee, vaak. Dan zou je eigenlijk een hoogwerker moeten hebben of een drone. Maar ja, er zijn natuurlijk ook net zoveel varianten voor als de voortuincultuur. En is, ja, er één waar jij je schuldig aan maakt? Schuldig zou ik niet zeggen. Dat ja, staat bij mij in de vensterbank eigenlijk. Ja, een paar planten. Ja, nee, het is, ja, niet... Ja. Ja, ik heb geen hele twee dezelfde plantjes en zo. Nee, er staat wat... ik heb wel wat, twee stekjes opgekweekt. En die vormen wel een mooi symmetrische eenheid, inderdaad. Oh, ja. Die staan mooi naast elkaar. Ze zien, ja, het toch een beetje terug. Ja. Als ze goed zoeken. Ja. Nou, ik heb wel... ik heb dubbel glas, heb ik. Maar het is sinds 3 jaar zit daar vocht eigenlijk tussen. Oh. Dus als ik naar buiten kijk, dan zie ik eigenlijk de wereld in een soort van... net of er een soort vaseline op het raam is gesmeerd. Oh. Maar... Het is wel een mooi foto-effect, maar daar houdt, ja, het ook op. Ja, ja. Nee, maar ik ben er wel aan gewend dat als ik de wereld scherp wil zien, dat ik dan de deur uit moet. Dus ik dacht van, ja, het is ook een goede stok achter de deur. Oh, dat is ook wel aardig, ja. 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 Ik ga nog heel even terug naar je series en, ja, de ontroering. Want wat mij opviel in de manier waarop je je werk toont, is dat volgorde ook heel belangrijk is. Ja. Ik moet denken aan... grindtuintjes en daar staan dan vrachtwagens in. Mm-hmm. Een soort vrachtwagentjes, ja, van, ja, beton. Ja. En nou, dat bouwt zo op en denk je, oké, mensen zetten dus ook van die vrachtwagentjes in de tuin. Ja. En dan ineens is de ene en die heeft een kring van bakstenen erom. Ja. En is een beetje verzakt. Mm-hmm. Maar dat wagentje is ook half in die, ja, in die stenen verzakt. Ja. En juist doordat die na die andere komt... Ja. Heb je echt zo'n... Je hoorde ook iedereen van de week bij de tentoonstelling... Ja. Ah. Ja. Ja, klopt. En ineens, ja, krijgen we sympathie voor dat ene, ja, wagentje. Ja. Dus
volgorde is wel heel belangrijk. Ja. Veelheid. Ja. Maar, je hebt het in, ja, maar dat is natuurlijk het mooie. Want je hebt het nu over de projectie hierachter. En dat is natuurlijk een film. Dan werk je eigenlijk filmisch. En dan kan je dus met timing en inderdaad met die volgorde kan je veel beter spelen. Want als je foto's aan de muur hangt, dan weet je niet welke mensen. Ja, dan, ja, je kan wel hopen dat mensen dat in die volgorde consumeren, maar dat weet je niet. Maar met zo'n film is het heel dwingend natuurlijk. Dus dat is juist heel goed. Ja, daar maak jij heel mooi gebruik van. Ja, en daar zit natuurlijk je theaterachtergrond weer in. Want op het moment dat jij in theater staat, weet je ook even net dat moment stil voordat die ene projectie komt die de hele zaal helemaal... Nou, dubbel laat liggen of ontroerd. Ja, of klopt. Je weet wat er gebeurt. Dus je hebt dat helemaal onder controle. Ja, maar dat is ook het leuke ervan. Want als fotograaf ben je ook vaak bezig met timing. Helemaal in de reportagefotografie. Weet je, dan moet het op dat moment. Ja. Maar dat is heel leuk dat je dan... dat ik merk als fotograaf dat ik ook dus achteraf nog kan spelen met die timing. En dat het dan eigenlijk vaak ook... Ja, de foto's die je in een theater laat zien, die kunnen eigenlijk... Dat zijn vaak best wel slechte foto's als je het op zijn fotografische merites moet beoordelen. Hè? Want je bent natuurlijk altijd als fotograaf bezig van het moet meteen communiceren en het moet meteen bij de kijker. Maar in een theater, als je een wat slordig gemaakte foto, dan kan je eigenlijk er dan een beetje omheen vertellen. Mm-hmm. En dan uiteindelijk belanden waar het jou om gaat. En dat is vaak dan een heel klein detail. Dus je kan dat ook weer omkeren. Dat je kan het heel mooi brengen. Ja. Want dat is iets waar ik nog graag naartoe wil. En ik zie op de klok dat we nog 5 minuten hebben. Oeh. Dus we gaan dat snel doen. Rap. Welke tips heb jij voor fotografen om zich wat meer te profileren? Want ik denk, als ik iets gezien heb in de fotograaf des vaderlands die jij bent... Ja. Is het dat je als fotograaf zo anders kan communiceren met beeld. En hoe je het brengt en hoe je het doet. Dan denk ik... Want die heb ik niet teruggezien in de Fotoclub des Vaderlandse filmpjes. Nee. En dan denk ik, dat wil ik heel graag weten. Ja, nou dat is... ten eerste, het moet wel bij je eigen karakter... en bij het werk wat je maakt passen als fotograaf. Uh-huh. Ik bedoel, het is... Humor is jouw ding, maar je kunt ook een ernstige toon of je kunt... Tuurlijk, ja. Ja, maar het feit dat je... Ja, en dat is ook het volgens mij voor iedereen wel een handig ding. Dus dat je, iedereen is bezig om wat voor werk je ook maakt natuurlijk. Om dat zo deelachtig mogelijk te maken met de rest van je potentiële publiek. Dus hoe je dat doet en hoe het dat is... Ja, eigenlijk zijn... En hoe je dat doet op social media. Een hoop fotografen hebben daar ook een beetje een afkeer van. En sowieso... om op te scheppen over wat je hebt gemaakt. Dat is, die drempel moet ik ook nog vaak over. Opscheppen is eigenlijk een hele goede tip. Ja, dus tip 1 ook, is gewoon opscheppen. Ja, maar wel op een manier dat je het ook... ik moet soms ook, dan zit ik een post tikken en dan... probeer ik zo snel mogelijk op send te drukken voordat ik over mezelf moet kotsen van eigen dunk. Dat moet je dus ook weer niet te... Er zit een organische balans te vinden, maar daar ook weer niet te bescheiden. Want dan schiet je eigenlijk jezelf mee in de voet. En als mensen er niet naar willen kijken of niet naar willen lezen, dan scrollen ze heus wel door. Daar kan je echt op... dus wees niet te onbescheiden. Dat is wel een goeie. Ja, en probeer wel in woord en beeld. En het helpt wel als je gewoon heel goed onder woorden kan brengen... wat je nou eigenlijk bedoelt en waar de kracht zit van je eigen werk. En dat is gewoon ook een kwestie van oefening baart kunst of zo. Weet je, iets wat je vaak doet, dat gaat je op een gegeven moment makkelijker af. En ik ben van nature ook niet zo'n hele goede... je denkt nu, ik zit al een uur lang lekker te kletsen. Maar ik ben van nature ook vrij schuchter en rustig en helemaal geen kletskous. Maar over niemand natuurlijk meer na vandaag. Maar als ik over denk van waarom heb je dit allemaal gefotografeerd, dan gaat er gewoon een lampje in mijn hoofd aan. Denk van dat ga ik je eens even allemaal vertellen. En het is dus ook gewoon je enthousiasme delen. Ja, en dat denk ik wel, dat oorspronkelijke enthousiasme wat je als fotograaf toch hebt vaak als je iets maakt. Uh-huh. En de truc is dan, want als je als fotograaf... dan moet ik mezelf ook altijd een beetje dwingen. Dan ben je 2 jaar lang met deze foto's bezig. En dan denk je van, ik kijk er al 2 jaar na. Weet je, wie zou... Dan vergeet je eigenlijk ook de oorspronkelijke kwaliteit van het werk.
En om dat weer bij jezelf op te wekken, dat is wel belangrijk als fotograaf. Dus gewoon even terugdenken aan het eerste moment dat jij ineens ontdekte... Hé, maar hier zit een verhaal. Ja, of dat je nou met een nieuwe opdrachtgever aan het kletsen bent... of je staat op een opening met een galerie waarvan je denkt... van daar zullen mijn foto's misschien wel... en je moet het eigenlijk pitchen aan iemand. Ja. Dat je dan gewoon echt bij jezelf die energieknop aan kan zetten. Zeg van ja, maar dat is geweldig werk en ik heb het gemaakt. Ja, je moet het gewoon... En daarom is het geweldig, weet je, dat... Ja, dat je dan even over die schroom heen zet. Ja, klinkt makkelijker dan het is, maar klopt. Ik denk dat het een hele goede tip is. Ja, zeker. Goed. Ja. Ik krijg een seintje achter dat onze tijd erop zit. Ja, dus, afronden. Heel erg jammer. Ja. Ik heb nog wel iets voor je. Even kijken of die goed staat. Check overhandig momentje. Daar heb ik onderzoek naar gedaan hoe je dat precies moet doen. Vertel hoe we dit doen. Nou ja, je moet dus eigenlijk... Heel vaak gaat het mis doordat je dan... Beide die check vasthouden en dan moeten we ook elkaar nog een hand geven. En heel vaak, je hebt de bovenhandse of je hebt de onderhandse. Die kunnen we zo doen. Ja, zo. Dat kan. Ja. Of je hebt ze allebei, dat ik bovenhand zo naar jou ga. Onderhandse onderdoor. Ja, zo. Maar wat dat is werkt de beste eigenlijk... methode? Nou, het beste werkt dat ik hem van jou afpak, zo. Ja? En dat ik hem zo boven mijn hoofd hou. Yo, dan klap ik erbij. Dat is het meest vreugdevolle. En wat staat erop? Wat hebben de mensen gewonnen? Oh, een giftvoucher van iZone Media. Van iZone Media. Ja. Als bedankje dat je hier super. Je verhaal wilde doen. Yes! Ik vond het een super fijn gesprek. Ik zou nog ruim anderhalf uur met je door kunnen kletsen, denk ik. Maar, nee, dankjewel Diana voor het leuke gesprek. Ja. En de check. Ja, dankjewel. Merci. Dankjewel Jan-Dirk voor je ontzettend leuke verhaal vol met anekdotes en bijzondere series. Ik heb ervan genoten. Maar ook dank aan Diana voor jouw vriendelijke stijl van vragen stellen en dat je het Jan-Dirk niet te moeilijk hebt gemaakt. Nou, we zijn aan het einde gekomen van onze 40e editie, maar ik zie dat er nog steeds heel veel mensen zijn ingelogd en dat er nog veel gechat wordt. Dus daar wil ik jullie nog wel even ruim de mogelijkheid voor geven. Maar het is ook goed om onze eerstvolgende editie aan jullie te melden. Dat is de 41ste die gehouden wordt op woensdag 2 november... met fotograaf Eddo Hartman, die bekend geworden is door zijn indringende serie Setting the Stage, waarvoor hij tussen 2014 en 2017 4 keer naar Noord-Korea reisde. Aanmelden kan uiteraard via onze website. En daar tref je ook andere activiteiten aan, zoals onze workshops. Nou, in de tussentijd is het ook goed om hier aandacht te besteden aan de sponsors, zonder welke het niet mogelijk zou zijn geweest om deze uitstellingen te doen. Als eerste natuurlijk het Picturewriters Fonds, dan de papierleverancier Arca, en als laatste niet het minst ook het fotovaklab Eyes on Photo Art. Maar naast de sponsoren, beste mensen, ook dank aan jullie alle trouwe bezoekers die regelmatig donaties doen aan onze stichting. En wil je weten, voor degenen die het nog niet gedaan hebben, hoe je kunt bijdragen, scroll dan naar beneden, onder tekst hieronder, en meld je aan voor onze nieuwsbrief, als je dat nog niet al gedaan hebt. Nou, ik hoop in ieder geval jullie allen op woensdag 2 november weer te mogen begroeten. En dan als allerlaatste ook dank aan iedereen die ik niet genoemd heb, maar die belangeloos heeft meegewerkt aan de totstandkoming van deze uitzending. Tot 2 november. Tot dan. Hoi.